AC vorige week tegen UNA 2-2 gespeeld. Amsterdammers waren herenmeester, kregen veel kansen en moesten uiteindelijk met een puntje genoegen nemen. Het was een tikje voor de ploeg van trainer Bart Loggies. Vandaag dus tegen Liende, ploeg die het de laatste weken gewoon goed doet. In het begin van die wedstrijd voor gevaar zorgt. Hier is het Ajax. En dan geeft scheidsrechter Kloeze al in de 10e minuut van de wedstrijd een penalty en een gele kaart voor Megat Jansen. En die is het daar duidelijk niet mee eens. Nog eens kijken wat daar aan de hand was. Nou, dat is niet of nauwelijks contact. De hand gaat wel naar Ajax, maar die gaat wel heel erg gewillig tegen de grond. Maar wel een penalty. Vreekamp dan achter de bal en die schiet hem uiterst beheers binnen. 1-0 voor FC Liende. En daar is AFC alweer vroeg in de problemen. En nog wel enige discussie over die penalty. Dat was er natuurlijk geen één. Robbie Holder dan. Dat heel mooi doen. Doelman El Abdeloui van AFC die de voorkeur heeft gekregen. Boven Laszlo Sandor. Blijf goed opletten. Liende is sterker en AFC heeft het lastig. In de 23e minuut eerste wapenfeitje. Of nou ja, poging tot van Daan Sutorius. Man die al 10 doelpunten heeft gemaakt dit seizoen voor AFC. Liende blijft gevaarlijk in die wedstrijd. 25e minuut dan. AFC, de bal van Koopman op Grootfame en die schiet eigenlijk geheel onverwachts de 1-1 binnen. Melvin Grootfame, lekker moment voor de Amsterdammers. Ook een goed moment om weer terug te komen in de wedstrijd. En eindelijk weer het vertrouwde AFC-spel op de mat te leggen in dit thuisduel. Goed afgemaakt van Melvin Grootfame. Foutje Richards, verkeerde terugspeelbal en dan gaat Jansen in de fout. Dan is het Ajax oog in oog met Doemer El Adeli. Wil afleggen door het afleggen en het goede ingrijpen van Galata die weer terug is na een hersenschudding. Komt de bal op de hand van Ajax. 39e minuut. Het geel is er voor Van der Neut. En dit is een heerlijke plaats voor Daan Sutorius. En die heeft zijn versier al een aantal weken niet op scherp staan. De man met 10 goals dus. Moet nog even wachten op zijn 11e. Tweede helft dan. Begin van die tweede helft. Gaat Ajax op avontuur. El Abdeloui twijfelt met uitkomen. En ziet er hier dan ook niet helemaal lekker uit. Ajax maakt al vroeg in die tweede helft de 2-1. En daar hoort dan een gek dansje bij. Ja, en hij baalt. Logisch. Hij kwam uit buiten beeld. Het zag er niet helemaal strak uit. En moet toezien dat Liende de 2-1 mocht binnentikken. AFC dan. Willemsen. Schot van Biberoglu. Komt de bal bij Sutorius. Dan bij de tweede paal. Koopman nog. Koopman net te laat. Moet je een beetje geluk bij hebben. Eigenlijk die tweede helft. Ja, Liende dat wel veel balbezit heeft. En dan AFC dat op een gegeven moment aan gaat zetten. Pepijn Kluin dan. In de ploeg gekomen. Ziet dan Koopman. Het is dan al de slotfase van die tweede helft van de wedstrijd. 83e minuut, Robbie Holder. Oog en oog met El Abdeloui. Hij maakt de 3-1, de man die al twee keer eerder tegen AFC speelde met WKE. Iets waar ze in Amsterdam totaal niet blij mee zijn. Competitievervalsing avant la lettre werd er in het wedstrijdverslag gezet. De voorbeschouwing. Daar is natuurlijk ook wel iets van waar. Zeker als Holder de 3-1 op het bord zet en zeker als dat ook de eindstand is. Je staat hier met een gezicht als een oorwurm. Ja, nou, het is zwaar kut als je deze wedstrijd verliest. Cruciale wedstrijd voor ons. Dus het is klote. Ja, vooral cruciaal in de strijd om de titel. Ja, ja dat uiteraard. Maar het is natuurlijk zo dat we voor die top 7 nu even moeten gaan. We wilden meer, daar moeten we nu even niet meer naar kijken denk ik. Het is klut. Volgens mij zijn de resultaten op de andere velden ook heel erg voordelig voor ons in principe. Dus als je dat gewonnen vandaag,
Dan had je een goede zaak gedaan. Dat, zo kan je het wel stellen. Ja, dat is heel jammer. Maar ook wel terecht, denk ik. Ik denk dat Lien een goede ploeg heeft die vandaag terecht heeft gewonnen. Hoewel we de goals een beetje makkelijk weggeven.